Nou, François, heb ik het slechtste NEC van het seizoen gezien in de eerste helft? Het seizoen is nog jong, hè, maar ik denk het wel. Wat ging er allemaal, wat was überhaupt het plan? Ja, het plan. Je hebt een plan bij balbezit van de tegenpartij. De manier van druk zetten heb je een plan bij. Nou, dat ging niet helemaal goed. Maar ik denk dat vooral het grootste probleem zat aan de bal. Ik denk dat we zo matig waren aan de bal. Als we een beetje druk kregen als persoon aan de bal, waren we hem kwijt. Veel ballen breed en teruggespeeld, waardoor de tegenstander vooruit gaat lopen en druk gaat zetten. Wij dan maar oeverloos blijven zoeken naar eventueel een oplossing dichtbij, waardoor je andere mensen in de problemen brengt. Ja, dan moet je gewoon die bal een keer diep spelen en gaan voor de tweede bal. Dus ik denk dat het probleem zowel in het verdedigen zat, maar vooral aan de bal. Aan de bal hadden we eigenlijk geen antwoord op hoe hoog zij druk zetten. We brachten elkaar vaak een snel probleem en verdedigend hadden we ook moeite omdat zij het toch wel aardig deden aan de bal. Ik denk dat 1-0 achter in de rust, maar het had denk ik nog wel meer uit kunnen lopen. Het ging ook heel veel lang hoog op Romani. Ja, zo moet je hem volgens mij niet aanspelen, of wel? Ja, uiteindelijk kom je zo ver onder druk dat uiteindelijk speel je de bal terug naar de keeper. Ja, dan kan niet anders dan dat hij een lange bal geeft. En dat is dan geen gerichte bal. Ja, dan krijg je ballen die voor een spits niet ideaal zijn. Dan moet je duelleren. Nou goed, dan kan je een duel verliezen, maar daar verloren we ook elke keer op het middenveld de tweede ballen. Dus dat was gewoon niet goed. In de rust hebben we aangegeven iets anders druk te zetten. Nou, dan kregen we de tweede helft wat meer grip op, iets meer gelijkwaardig vond ik. En uiteindelijk helpt daar de rode kaart wel in mee. Ja, dan kom je erin, dan kom je op 1-1 en dan even later wordt het toch 2-1. Wat ging er daar mis bij die goal? Ja, een corner. Het was sowieso geen corner, want nee, dat is belachelijk. Maar uiteindelijk moet je hem wel gewoon goed verdedigen en... Ja, Tissu bokste hem weg en iemand stond op 11 meter helemaal vrij. Ik weet niet wat daar precies mis ging. Maar ja, hij mag natuurlijk nooit zo vrij staan. Daarvoor hadden we eigenlijk al een aantal dingen doorgesproken om aanvallend te wisselen. Hè, want je moet toch een goal maken nog. Nou goed, met 10 man wordt dat nog makkelijker, hè, om aanvallend te wisselen. Zijn we wel op zoek gegaan naar dingen. Ja, uiteindelijk weet je, en dan kun je het hebben over tactiek en over dingen die goed of slecht gaan. Dan krijgen zij een corner, eigenlijk de enige moment waar zij nog uit kunnen scoren met 10 man. Ja, dan heb je ook met mensen te maken die eventueel fouten maken. Want ik denk als Matthijs die bal terugziet, dat hij ook denkt dat had ik misschien wel anders kunnen doen. Ja, die moet hem gewoon pakken. Ja, ik denk het wel bij een keepers trainen, maar ik denk als je hem kan stompen, kan je misschien ook pakken. En nogmaals, hè, het gaat niet om schuld of wat dan ook. Hè. Uiteindelijk scoren ze uit 2 corners. Terwijl ze daarvoor al, zeker de eerste helft, een aantal kansen hebben gehad. Dus die goal hing wel in de lucht. Maar ik denk dat Matthijs, als hij hem terugziet, wel schuldbewust is en hem anders had kunnen verwerken. Ja, ja, ik denk dat het was even een mentale klap, omdat het best snel naar die 1-1 kwam. Maar ja, je hebt natuurlijk een man meer en dan moet je zoveel zijn toch nog het geduld bewaren. Ook al is het nogal kort te spelen. Ik denk dat we dat op zich wel redelijk deden. Dat we wel goed de ballen via de zijkant erin brachten. Alleen dat de ballen zelf moesten nauwkeurig. Waardoor we eigenlijk meer kansen hadden moeten creëren. Want heel veel kansen hebben we niet gecreëerd. Maar schot van jou nog op de lat? Ja, dat was een goed schot moet ik zeggen. Ja. Jammer dat hij niet erin ging. Maar heel veel meer kansen hebben we niet gecreëerd. Maar toch wel goed dat we het geloof hebben opgebracht. En dat we als team wel hebben geknokt naar die 2-2. En uiteindelijk... voelden we ook wel dat misschien nog wel die 3-2 in de allerlaatste minuut had kunnen maken. Ja, wil je dan die bal lang geven op bijvoorbeeld Romani? Of moet Dijkstra dan diep gaan staan en de afvallende bal naar Fleming? Nou ja, goed, dat ligt er een beetje aan. Kijken aan welke kant van het veldje zit, aan welke kant de bal is. Is die links of is die rechts? Je kan ook een vallend balletje spelen. Is het een doeltrap, bijvoorbeeld bij Matthijs? Ja, ga je daar opbouwen waar zij misschien op loeren en meteen druk zetten? Of ga je iedereen van de goal afsturen en zeg je, nou, we spelen hem lang vanuit de tweede bal, proberen we te voetballen? Ja, dat zijn keuzes aan de bal die we gewoon eerst zelf niet goed gemaakt hebben. Nee, ja, je moet sowieso de punt koesteren. Want als je hier met die lichaam naar huis gaat, dat is helemaal niks natuurlijk. Alleen, het lijkt af en toe misschien dat we de bal te lang hielden. En misschien moesten we ook wel sneller spelen. Alleen als je te snel die bal erin gaat pompen, dan krijg je helemaal onnauwkeurige ballen. Dus kun je beter misschien nog een keer naar de zijkant spelen en dan de bal goed erin pompen. Uiteindelijk scoren we daar ook die 2-2 uit. Dus het had misschien af en toe wel sneller gekund, maar dat is natuurlijk ook wel met een idee erachter. Kijk, ja, nogmaals, je wisselt aanvallend om nog iets te creëren. En ik moet zeggen, ook Okita had een goede actie aan de zijkant. Etienne, zeggen trainers altijd een mooie spitse goal. Hè? Maar iedere goal is een mooie spitse goal, denk ik. Maar bij de eerste paal komt hem goed binnen. Ja, hartstikke leuk voor die gasten. En we waren daar natuurlijk naar op zoek. Hè? Maar goed, nogmaals, dat is makkelijker als je tegen 10 man speelt dan tegen 11. Ja, zit jij dan op de bank ook te kijken van waar het beter kan? Of ben jij zo'n speler? Ja, je helpt het team en je probeert jezelf in te beelden. Stel, ik moet erin, wat zou ik beter kunnen doen en wat kunnen we als team beter doen? Dus je kijkt wel gewoon, je bent wel aan het analyseren op de bank. Zoek. Wat neem je dan nog mee uit deze wedstrijd?
Ja, goed, ik denk dat de jongens zelf wel weten hoe de vork in de steel zit. Kijk, je kan heel euforisch zijn na de wedstrijd, omdat je in blessuretijd nog een punt pakt. Hè, en blij zijn, maar de jongens zitten in de kleedkamer ook met neergeslagen hoofd en weten ook dat het beter moet. En vooral de eerste helft. Dus ik denk dat vooral realisme wel heel erg op zijn plek is bij de jongens. En dat zijn ze ook heel erg. Dus we moeten gewoon beter. En dat kan meteen maandag. Mooie wedstrijd, denk ik. Ja, iedere wedstrijd is er eentje op zich. Hè. Dus het moet beter. Nou, hopelijk is dat de maandag tegen de Graafschap beter. Want dan ben je ook wel stabieler. Maar ik denk dat het vooral aan de bal gewoon ook beter moet. Dan zien we elkaar maandag. Okay. Hey, dankjewel. Hè.